Het Openbaar Ministerie Suriname hernieuwt zijn toewijding aan bewustwording, opsporing, slachtofferzorg en vervolging in verband met de Werelddag tegen Mensenhandel. Mensenhandel is een ernstige schending van mensenrechten, inclusief arbeids- en seksuele uitbuiting. Burgers worden opgeroepen om vermoedens van mensenhandel te melden via het nieuwe e-mailadres. Boy Scout Suriname viert haar 100-jarig bestaan met activiteiten en een rondmars door Paramaribo. President Santokki liet zich vertegenwoordigen door minister McAndrew. De viering staat in het teken van trouw en vertrouwen met een plechtige vlaggenhijzing en eerbetoon aan pioniers. Scouts lobbyen voor uitbreiding naar districten om bij te dragen aan de vorming van sterke jongeren. De penitentiaire inrichting Lelystad bezoekt de centrale penitentiaire inrichting CPI in Suriname in het kader van het Makandra-project. Op 24 juli kreeg de Nederlandse delegatie een rondleiding in de CPI waarbij ze verschillende afdelingen bezochten en presentaties bijwoonden. Het bezoek, geleid door directeur Pachai, richtte zich op het uitwisselen van ervaringen om de resocialisatie van gedetineerden te verbeteren.